is a lie. Just because they write it down and call it history, doesn't make it the truth. We live in a world where seeing is not believing. Where only a few know what really happened. Ready when you are. We live in a world where everything you know is wrong. Call of Duty Black Ops. Wat ik wel goed nieuws vind, is dat die game zich dus blijkbaar toch niet in Vietnam afspeelt. Waarom vind je dat goed nieuws? Want het ding is, wat ik de tofste oorlogssetting vind ooit, voor games, voor films, of voor wat dan ook, is Vietnam. En er zijn er nooit echt hele goede games uitgekomen die zich afspeelden in Vietnam. Nee, dus daarom, nooit. Maar ik heb ze wel allemaal gespeeld hoor, met vermaak. Wil ik zeggen, maar dat slaat nergens op. Maar het werkt niet. Bosjes, rennen door bosjes, het werkt niet. Ja, dat werkt dus wel heel goed. Met vooral die tunneltjes en die Punji Whip Trap. En dan dat je zo ergens in trapt en dat je gewoon een staak, geen snaak, maar een staak in je hebt. Maar, nee, wat ik met Vietnam heb, is dat ik er zou er wel een keertje naartoe willen. Ik ook. En het schijnt, je kan heel lekker eten daar. Tuurlijk. Ja. Dat weten wij zelfs hier ook. Ja. Dat is het ding. Je hebt daar parelwitte stranden. Niet. Ja, echt. Parelwitte stranden. Parelwit. Weet je dat die me altijd beloofd worden, maar dat ik ze nooit vind? Het is altijd een beetje maar dat komt omdat gelig visgeel. Of bruin met rotsen. Ja, of dan krijg je. Dan heb je opeens van. Ja, nee, maar wij hebben hier vulkaanstrand. Zo van sodemiet erop. Ja, maar dat doet pijn in je poten. Dat doet pijn in je poten. Dat brandt weg. In Black Ops speel je eigenlijk met een. Met een dude, met een tattoo op zijn arm. Ik word al moe als ik erover praat, weet je. Weer van die gasten. Van die gasten? Ja, die gaan uit de helikopter en knallen ze iedereen uit. Maar het is dus niet alleen in Vietnam. Nee, vertel mij over wat het nog meer is. Nou, wat het is, wat ze ook zeggen. Zo van, er gebeurt heel veel in de wereld. En eigenlijk heb je geen flauw idee. De enige die het wel weten zijn een soort van black ops die het allemaal doen. Ja. En dan heb ik echt zoiets van, ja, weet je. Er was je laatst ingebroken. Ik weet niet wie het gedaan heeft. Het staat dat de black ops het wel weten. Ik weet. Een hele sloot nieuwe perks, wat we allemaal kunnen gaan gebruiken. Nieuwe killstreaks die er heel tof uitzien. Napalm Strike, het karretje wat je ergens in kan rijden, is hartstikke tof natuurlijk. Maar misschien nog wel het belangrijkste is de nieuwe multiplayer mode. Dat je geld of punten kan inzetten en aan het eind van het liedje kan je die, als je bij de eerste drie zit, dan krijg je dus punten en als je daaronder zit, krijg je dus helemaal niks. Een weet je remote. Ja, en als je wat kan je doen met die punten, nou, dan kan je nieuwe wapens mee kopen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk hartstikke tof. Ja, ik vond het ook heel erg leuk bedacht, want ik zelf, kijk, weet je, dat ding is een beetje bij mij. Ik heb in vakantie heel veel Call of Duty gespeeld, tussen Modern Warfare. Maar ik doe meestal niet eindig op de eerste drie, dus ik ga al geen geld meer inzetten. Nou ja, dat komt dan mooi uit voor jou, want heel veel mensen die spelen geen multiplayer matches, zoals Melle en Jelle, die durven gewoon niet online, want die weten gewoon dat ze meteen worden afgeknald. Maar wat je nou kan doen, is spelen tegen bots. Oh, je kan dus vals spelen? Nee, je kan niet vals spelen, je kan oefenen voordat je online gaat. Weet je, net zoals je vroeger hebt gedaan met Unreal en Quake en dat soort dingen, kan je dus eerst tegen bots gaan oefenen. En dan kan je dus een beetje zelfvertrouwen krijgen en dan kun je online. Ik geloof niet zo in oefenen tegen bots. Heel veel mensen willen dat. Het is gewoon lachen, man. Het is echt zoveel anders dan echte mensen. Ja, het is ook heel erg anders, maar je kan wel een beetje. Je aim kan je een beetje gaan doen. Waar. Je kan een beetje gaan trainen en dat is lachen. Die puntenmode, die nieuwe puntenmode, is onderverdeeld in vier categorieën, zeg maar. En wat ik dan zelf heel erg tof vind, ze hebben gewoon gekeken wat online shooters vroeger allemaal hebben gedaan. Mm-hmm. Nou, in Counter-Strike hadden we natuurlijk een heleboel mensen die Counter-Strike hebben gespeeld. Die kennen die mode misschien wel. Dat is de gun game. Die zit erin. Je begint allemaal met hetzelfde wapen, dat is het simpelste wapen die je hebt. Dus meestal een handgun, een heel licht wapen. Als je daarmee een kill maakt, dan krijg je een nieuw wapen. Totdat je
tot de rocket launcher bent, zeg maar. Oké. Okay. Maar die gast die het beste wapen hebt, die maakt dan daarmee de laatste kill, die heeft gewonnen. Maar dat is dus dat is heel erg lachen. Dat werkte dus vroeger ook zo met Counter-Strike. Dat was allemaal gemaakt door de mensen zelf, die zelf hun dedicated servers draaiden. Die hebben dat allemaal zelf verzonnen. En Treyarch heeft het overgenomen en heeft het in Black Ops gezet. En dat vind ik wel heel erg tof. Want die game mode, nou, dat is een van de meest gespeelde game modes op Counter-Strike door mij. Ik vond het echt super lachen. En ja, in Black Ops ga ik dat denk ik ook heel erg tof vinden. Oké, okay. Nou, klinkt allemaal goed. Laten we doorgaan. Nee, er is meer. Okay, gaan want maar. De andere game mode die ik heel erg vet ga vinden, dat is de One Bullet mode. Iedereen begint de game met één kogel. Een pistool met één kogel erin. En als je een kill maakt, dan pik je de kogel van je tegenstander. Dus iedereen kan eigenlijk maar één keer schieten. En daarna is het gewoon afgelopen. Moet je met mesjes op elkaar af gaan rennen. Oh. Dat wordt heel erg lachen.